Ga door. We hebben een gezondheidsweek gemaakt waarin we leerlingen eigenlijk heel erg kennis willen laten maken op een activerende manier met allemaal vormen van gezondheid. Zo hebben we het gehad over orgaandonatie, we hebben het gehad over vaccineren. Onze leerlingen krijgen de kans om allemaal een officieel reanimatiecertificaat te halen. Ze zijn met beweging bezig, ook een stukje mentale gezondheid. En eigenlijk op een hele praktische manier, dus door heel veel te doen. En wat hoop je dat de leerlingen ervan leren? Ik hoop dat ze ervan leren een stukje kennis vergaren over verschillende onderwerpen van gezondheid. Maar wat ik vooral heel erg hoop is dat ze hebben leren ervaren. Zichzelf over een drempel hebben durven zetten door heel veel te doen. Was het moeilijk? Ja, je moet eerst kijken of die ademt. En dan moet je, als dat niet zo is, moet je de kin omhoog doen. En 10 seconden kijken naar zijn borst. En als dat niet zo is, moet je reanimeren 30 keer. En dan mond-to-mond mijn adem heen. AED's mogen nu aan. Ja, tussen de borstkast. Drukken. Heel snel. 120 of zoiets per minuut of zoiets. Vind je het wel belangrijk om te leren? Ja, voor als het gebeurt in je familie of zo. Heb je dat wel eens meegemaakt? Nee, gelukkig niet.